We wensen jullie heel veel plezier bij het kijken en vooral naar het luisteren naar het verhaal. Veel plezier! Gaan wij kijken! Gaan we kijken! Welkom bij de show! Iemand is niemand! Vandaag is er een nieuw mens gekomen. We weten niet wie, wat of waar die is. Het is de Dummy Dummy. Help! Help! Riep Goos. Help! Hij luisterde, maar het bleef doodstil. Goos haalde diep adem. Hij moest nu niet in paniek raken. Die mannen kwamen terug. Of ze ontdekten dat ze de verkeerde hadden. En dan kwamen ze niet. Nee, die Ted kwam zeker terug. Volgens mij. Die was misschien niet zo slecht. Ofwel, angstig keek hij om zich heen. Hij lag in een klein grot. Ergens van boven kwam er een beetje licht. Daar moest een opening zijn. Hij rukte aan de ketting. Tjing! Maar die zat nu vast. En zijn handen ook. Het was al warm en hij kreeg het nog heter. Kom op, man. Is daar iemand? Help! Schreeuwde hij. Hij klonk geritsel. Meteen hield Goos zich doodstil. Was dat een schorpioen? Of zijn slangen misschien zo'n cobra? Hij kreeg het weer benauwd. Kst, ga weg. Kst, pst, piepte hij. Dit was de eerste. En wat was diegene goed, hè? Ja. Had jij een idee wie het was? Wegwerken, geen idee wie het was. Geen idee, nee. Was dat wel leuk? Ja. Hey, zijn we klaar voor de tweede deelnemer? Want ook die zit klaar, meester Matthijs. Ja. En ik ben benieuwd, wie zal dat zijn? Nou... Zullen we maar eens gaan kijken? Ja, veel plezier. Mag ik van jou een kusje? Het was vroeg in de morgen, de dag brak weer aan. De dieren besloten naar huis toe te gaan. Daar liepen ze dan door het bos en de hei. Want nu was hun prachtige feest weer voorbij. Ze waren verkleed met maskers en veren. Met hoedjes en petjes en grappige kleren. Ze hadden gedanst en hadden gesprongen. Ze hadden gezoend. En ze hadden gezongen. Nu gingen ze allemaal doodmoe naar huis. De kikker, de egel, de pad en de muis. De eekhoorn liep samen met hert en met ree. En Dimbo de das nam de slingers weer mee. De rest doen we morgen, zei Kat tegen Vos. En zo werd het langzaam weer stil in het bos. Maar toen ieder dier in zijn bed was gekropen, lag Muis maar te staren, haar ogen wijd open. Onrustig lag ze in bed te bewegen. Ze had op het feest een klein kusje gekregen. Het was zo'n lief kusje, zo warm en zo fijn. Zou er soms iemand verliefd op haar zijn? Wie gaf haar die kus op dat vrolijke feest? Ze moest gewoon weten wie dat was geweest. Ze kon echt niet slapen, dus ging ze eruit en nam als ontbijtje en wat thee met beschuit. Toen ging de bel. Muis deed meteen open. De egel kwam opgewekt binnengelopen. Hij zei, goedemorgen. Wou ik even zien of jij mijn jasje kunt maken misschien. Maar Muis riep, oh nee, ik heb geen tijd voor een klusje. Want ik moet op zoek naar het aardigste kusje dat iemand mij gaf of het prachtige feest. Want nu wil ik weten wie dat was geweest. Ik loop alle dieren één voor één af. Dan voel ik vanzelf wie dat kusje toen gaf. Nou, meester Matthijs. Ik vond het leuk. Ik vond het fantastisch. Ja, dat waren weer twee kandidaten. Ja, het was super mooi. En ik ben heel benieuwd of jullie ze hebben herkend. Wat heel lastig is, want ze zijn gemaskerd. Ik zag het niet hoor. Ik zag misschien herken je ze aan de stemmen. Ja. Ja? Ik weet het niet. Wie vond jij de beste deelnemer van deze week? Wie vond jij van deze week de beste mask reader? Op wie zou jij stemmen? Ja, laat het weten via een parro-berichtje of een e-mailberichtje.
Facebook, Instagram zitten we ook tegenwoordig. Alles jongens tegenwoordig, ja, alles. Ja, zeker, kan allemaal. Dus, laat het weten aan ons. Wie vind jij dat deze week de beste mask reader was?